Wat een ellende, wat een pad gezegd shitzooi. Hengeloos is gewoon jonge jongen. Het is wel wat rommelig. Die ghetto-imago die was er al toen de mensen hier volop woonden. En dat had te maken met het feit dat sommige mensen hun neus optrokken voor deze wijk. De Hengeloze S Noord. Ghetto, krottenwijk, verwaarloosd, maar in ieder geval nogal rommelig. Binnenkort komt daar een eind aan, want de eensgezinswoningen gaan aan de grond om plaats te maken voor nieuwe en een aantal flats wordt flink aangepakt. Ik hoop dat het zo goed mogelijk wordt opgeknapt, dat het prachtig wordt. Want dat was het aanvankelijk ook hoor. Men wou hier graag wonen. Pietske de Boer trok in 1968 in haar split-level flatje aan de Pieterbreugelstraat. En ze woont er nu, 48 jaar later, nog steeds. De sfeer is hier heel erg veranderd. In het begin kwamen hier mensen wonen. Veel echtparen. Die werkten. En die waren toch wat anders in omgang dan wat het nu woont. En dat waren over het algemeen mensen ja, die het heel precies waren en heel secuur, beleefd ook wel. En ja, die gingen dus een huis kopen of ze gingen een ander werk zoeken. En dan ja, kwamen er op een gegeven moment studenten. En studenten, dat matchte niet met de levenswijze van Pietske. Na geklaagd te hebben moesten de studenten het veld ruimen en nu vindt ze het wel prima zo. Ja. Overal is wat. En dit is misschien dat je soms ergens aan ergert. Maar dat kun je ook hebben in een hele elite wijk. En ik heb fantastische buren. Groot pluspunt van de Hengeloze S Noord is de ligging in het groen. En dat weet ook buurtbewoner Erik Siemelink. Dit is de trots. De rust. De natuur. Wat wil je nog meer? Ik heb een balkon. Maar ik heb de grootste tuin van Hengelo. Siemelink ergert zich mateloos aan het slechte imago dat aan de wijk kleeft. Dat is een beetje de oude stigma die Hengeloze S Noord heeft. Er zijn wat zwakkigheden gebleken in de wijk, in de buurt. Sociaal zwakkeren. Oeh, dan ligt het daar aan. Dat valt allemaal wel mee. En als je de harde cijfers bekijkt, is het juist heel rustig. Criminaliteitscijfers zijn best wel laag hier als je het zwart-wit ziet. Het is ook een gevoel. Het is de imago. Voor een poos geleden werd er al gezegd ghetto. Nou, dat is het absoluut niet. In de jaren 60 was de Hengeloze S een gewilde wijk om te wonen. Wat is er dan gebeurd dat die naam zo is besmeurd? We vragen het aan directeur Rupert van woningcorporatie Welbions. Geleidelijk aan is die wijk wat verpauperd. Is die qua samenstelling nogal eenzijdig ingevuld. Veel rotzooi in de wijk, veel klachten in de wijk, veel overlast. En daardoor had deze wijk ook inderdaad een slechte naam. Er was in 2012 een opstandje in de wijk toen duidelijk werd dat de huizen zouden worden gesloopt. Mensen wilden er niet weg. Wij willen niet wijken voor de rijken. Het is gewoon sociale leven, hè? Gewoon normaal dat mensen een betaalbare woning kunnen krijgen. Ik kan niet naar een ander huis. Wij willen niet weggaan bij deze flatten. Nou ja, ik heb meerdere bijeenkomsten hier meegemaakt, ook met boze en verontruste huurders. Mensen die inderdaad deze vragen stelden. En desondanks hebben we al die mensen een goede plek weer kunnen geven. En hebben al die mensen weer een mooie woning teruggekregen. En ik denk dat de meeste mensen zich zelfs hebben kunnen verbeteren. Toch is dat volgens de SP in de stad maar zeer de vraag. Het heeft wel geresulteerd dat ze vaak een veel hogere huurprijs moeten betalen. Want de woningen hier waren 350, 400 euro netto huur in de maand. En ze zitten nu vaak op plekken waar ze 100 euro soms meer betalen. Mensen hebben hier vaak met tranen de wijk, de buurt moeten verlaten. En sommigen hebben het geluk enigszins weer terug te kunnen komen. Anderen niet, die zijn ergens anders komen te wonen. Erik en Pietske blijven in de Hengeloze S Noord. Zij wonen in een flat die wordt opgeknapt. Eerst zat ik te overwegen. Als die verbouwing of dat opknappen begint, zoek ik geloof ik wat anders. En ik ben hier door de stad gaan fietsen. Nou, ik denk dat ik in het Wolde zitten. Maar de eerste, de beste zei tegen mij, waar moet u wezen? Waar gaat u heen? En ik denk, hier vraagt niemand me dat.
En dat vindt u wel lekker? Dat vind ik wel lekker. Ik wil graag vrij zijn. Vrij in de Hengeloze S. De sloop van de wijk is inmiddels begonnen. Hoe dat gaat en wat er precies voor terugkomt, dat ziet u in de uitzending van morgen.